Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien gaan we weer een farming aflevering doen. Ik zit ondertussen in mijn tractor. Ik heb ondertussen dus de koeienstal helemaal werkend gekregen. Het was dus eigenlijk gewoon puur een kwestie van tijd tot die robot eigenlijk gewoon langs ging dus. Ik heb hier de laatste beetjes die er nog stonden heb ik ook opgeruimd. Dus moeten we alleen de stenen gaan rapen en dan kunnen we daar weer gaan planten. Zoals jullie kunnen zien heb ik dus de koeien er allemaal in staan. Ik ben voornamelijk bezig met melk dus. Dat ik hier ja, een melkproductie heb. Hier is dus ja, de kuil voor alle spullen. Die je dus nodig gaan hebben. Dat komt dus met dat armpje. Haalt hij het allemaal eruit. Gooit hij het hier in dus. En dan komt het dus hier in de voerrobot. Dat dan ook deze deur dus open gaat. En dat dan echt het voerrobot hier naar buiten gaat, hier naar binnen komt. Dan hier draait en dan hier zo al het voer eraf uitgooit. Daarnaast ben ik ook achtergekomen hoe je het stro dus naar binnen moet zien te krijgen. Dat is echt één bepaald puntje. Dat je hier ergens moet zijn, dan trigger je dat puntje. Als je de juiste aanhangwagen hebt die... achter dat je het stro dus naar binnen kan gooien. Daarnaast heb ik dus niet volledig volgegooid met koeien, maar op vier. Ja. Dan brengen we deze even naar het juiste veld toe. Wat ik wil doen is, ik wil het op het veld doen waar ik eerst dus ook al die kleine stroompjes had staan. Die kleine boompjes. Maar wat me verbaasde was, ze groeide dus terug als je het niet helemaal netjes had opgeruimd. Dus dat, ja. Wil ik even van te kijken. Arbeider, het is. Oh, jij bevestigd. Dat komt ook omdat ik er twee dingen waarschijnlijk inderdaad heb. Laten we dan eerst maar de diepploeg doen. Waar die hier naar boven kunnen knallen. Ja, ik kan die. Top. Zo, zoals jullie nou kunnen zien is het hele veld klaar. Alle steentjes zijn er ook vanaf. Het kost even twee keer rijden. En dan gaan we even verder weer. Omdat ik seizoensgroei aan heb staan, kan ik dus de druiven... alleen in maart, april en mei kan ik die zaaien. Dus moeten we even doorskippen. Door februari heen. Zo, daar zijn we weer terug. Ondertussen zijn er weer een paar maanden voorbij. Ja, een paar jaar moet ik eerlijk zeggen, want ik heb ondertussen mijn hele kar weten te vullen. Zoals je kan zien, vindt dit kleine tractortje zo'n mega kar trekken niet heel chill. Kijk, kan ik dit overladen? In de silo? Nee. Of is dit een keeper? Dat is echt niet verkeerd. Wat het mooie is, ze blijven ook staan, die dingen. Als je eenmaal de spullen hebt, dan blijft het ook goed gaan. Je moet dadelijk wel een keer weer snoeien. Maar dan is het allemaal weer prima. Dus een beginsnoeien moet je er doorheen doen, af en toe even sproeien. En dan heb je gewoon prima spullen. Dan zie ik jullie wel weer als ik straks erop ben. Daar. We moeten de drijfmest eruit halen. En het lijkt erop dat mijn voedsel op begint te raken. Oké. En mijn stro is op. Dus we moeten dadelijk wel even een keer, als dit even klaar is, dan moeten we kijken naar de koeien. Omdat die dus ook weer aandacht nodig hebben.
Dus ik zie jullie zo wel weer wanneer we naar de koeien gaan. Zo, zoals jullie kunnen zien ben ik ondertussen de druifjes aan het legen. Dit is gewoon van één run heb ik nu gedaan. En dan zat hij toch echt best wel vol. Dus druiven zitten een grotere hoeveelheid quantity dan olijven. En dan gaan we eens kijken waar we de druiven niet kunnen brengen. Dan moet ik inderdaad die hebben. En dan die. Ook daar naartoe, waar we de olijven naartoe hebben gebracht. Dan zie ik jullie zo weer. En zoals je kan zien is dit dus 2300 voor wat druifjes. Dan gaan we maar meteen zorgen dat we die koeienstal weer op orde krijgen. Ondertussen. Als we die koeienstal dus weer in orde hebben, kunnen we daar ook weer best wel wat geld mee verdienen. Ook met de melk. Kijk, het is echt met de wagen hier heel minimaal. Kijk, en dan geeft hij me in één keer aan dat je je stro kan gaan lossen. Maar ik zie jullie zo wel weer. Zo, ondertussen heb ik dus de stro bijgevuld en ben ik nou bezig om melk weg te brengen. Ja, het lijkt erop. Nou, er wordt geen melk meer geaccepteerd. Shit, dan moet ik gaan kijken waar ik nog meer melk naartoe kan brengen. En dat is daarachter zeker, ja. Gaan we ondertussen wel eerst even mijn trailertje weer helemaal vullen. Wat heeft de bakkerij eigenlijk allemaal nodig? Dat kan ik zo ook even checken. Kijk, als ik zeg bouw, dan zeg ik productie. Oh, mijn muis ging in één keer tegen snel. Kijk, die wil dus melk hebben, aardbeien kunnen ze ook hebben, eieren. Oké, dus die hebben behoorlijk wat spullen nodig dan. Dit levert toch best wel wat op al continu. Hoeveel zit er nu nog in? Ik heb nog 24.000 liter liggen. Daarnaast heb ik dus ook nog 38 liter stro liggen. Aardbeien en tomaten en sla heb ik even helemaal niks van. Jawel. Maar drijfmes moet er dan ook uit. Dat is wat we dadelijk dan doen. Maar dan zie ik jullie zo wel weer. Zo. Zoals jullie kunnen zien heb ik ondertussen een nieuw voertuig erbij gekocht. Dit is een voertuig dus voornamelijk voor bemesten. Dit is een van de mod voertuigen. Of ja, DLC voertuigen. Die je bij kan kopen in de game. Deze ja, heeft dus ook een trailer dat je op de achterkant kan zetten. Waardoor die dus iets groter is. Alleen zo wordt hij toch makkelijker qua, ja, mee rijden. Dus daarom heb ik hem op deze manier. En omdat deze dus dat kan, heb ik nu iets weg kunnen halen uit de ja, koeienstal. Maar ook maar echt iets. Puur vanwege het feit dus dat hij niet zo'n hele grote tank heeft. Maar je ziet het, we zijn nu op 40% bemesting en de arbeider gaat gewoon lekker door. Dan ga ik zelf, wil ik eigenlijk dan weer gewoon verder. Weet je wat? Bij deze sluit ik eigenlijk de video af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik hoop dat jullie net zoveel van hebben geleerd als ik eigenlijk. Omdat ja, het is toch best wel experimenteren. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Hopelijk vond het een leuke video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.